Dag, ik ben Jeanet Bathoorn en jij staat op het punt om vrijheidsondernemer te worden door naar deze podcast te luisteren. Als bedenker van het merk Vrijheidsondernemer, auteur, mastermind-expert en online ondernemer praat ik over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Hier vind je geen oppervlakkige bla-bla gesprekken en ik doe niet aan hypes. Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. En weer welkom, dit is aflevering 161. En vandaag praat ik met Karen Sikkema over een onderwerp waar ik nog eigenlijk geen verstand van had. En dat is gamification. Hoe zorg je dat je met serious games, ja, eigenlijk inhoud in de breinen van anderen krijgt. Dus hoe zorg je dat je door het speels te maken iets heel serieus kunt overbrengen. En Karen is er nou zo'n beetje haar hele werkzame leven al mee bezig. Sowieso vind ik dat echt heel interessant. Van hoe kom je terecht bij gamification? Hoe gebeurt het dat dit jouw specialiteit wordt? Nou, ik ben ervan overtuigd dat je dingen gaat leren over gamification. Maar dat je ook het belang gaat zien van het speels leren. Dus niet alleen maar suf met je neus in een boek of in een klaslokaaltje zitten. Of op een Zoom-meeting aansluiten. Maar speels. Joyful, alsof het een game is. En in gamification, Karen kan het veel beter uitleggen, maar in gamification is het heel belangrijk dat er triggers worden ingebouwd die jou belonen. Ik weet niet of jullie apps gebruiken met games, maar de app Ommetje, een nieuwe app, je krijgt punten als je minimaal 20 minuten per dag wandelt. Dat is het enige doel van die app. Je krijgt punten, je kunt in een team, er is een ranglijst. Loop je te lang, dan tellen je punten niet. Dus je mag niet, je kunt ook niet vals spelen, om zo te zeggen. Maar Ommetje doet het goed bij mijn generatie, laat ik het zo zeggen. Een app die heel veel jongeren in beweging heeft gebracht. Dus echt aan het wandelen heeft gekregen. Dat is allemaal voor corona geweest. Want volgens mij is het nu heel rustig. Maar de app Pokémon Go. Dus je gaat met je app de straat op. Je moet lopen. Want anders kom je geen Pokémons tegen die je kunt vangen. Nou, er zitten helemaal strategieën achter. Maar die app is ook zo opgebouwd dat elke keer dat je de app opent, is er een beloning. Je kunt een Pokémon vangen of je kunt weer XP-punten gaan verdienen. Die apps die zijn zo slim ontwikkeld. En wat kun jij doen in je business om met gamification informatie tussen de oren van mensen te krijgen of om ze in beweging te krijgen of wat dan ook. Ik vind het een bijzonder boeiend onderwerp. Ik heb er ook nog geen antwoord op. Ik heb nog geen gamification aanbod. Maar ik ga er wel over nadenken. Dus ik ben heel benieuwd wat jij na dit gesprek gaat doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik heb er weer ontzettend veel zin in, want ik ga vandaag praten met Karen Sikkema. Karen, welkom. Dank je. Leuk om hier te zijn. En we gaan het... Ja, echt tof, want we gaan het hebben over een onderwerp waar ik niet zo heel veel van weet. Serious gaming. En als mensen naar jouw LinkedIn profiel kijken, of ze gaan je even googlen, dan zien ze kreten als Game Based Learning. Mm-hmm. Waarvan ik denk, dat is interessant. Jouw LinkedIn profiel. Brede achtergrond, veel verschillende dingen gedaan. Ja, klopt. En uiteindelijk ben je gekomen waar je dus nu bent. Expert in Game-Based Learning. Ja. Maar laten we eens bij het begin beginnen. Toen jij een jaar of 10, 11 was, wat deed jij de hele dag? Dit is een erg vroeg begin, maar 10, 11. Nou, ik las altijd heel erg veel. Ik was dol op verhalen en op het soort avontuur en andere werelden die in dat soort verhalen zitten. Ik ging ook wel op zich graag naar school en dat soort dingen. En met vriendjes en vriendinnetjes op pad. En je zou denken dat ik nu zou zeggen dat ik vroeger heel veel spelletjes deed, maar dat is eigenlijk niet zo. Nee, ik vind die verhalen en die avonturen wel interessant. Ja, ik was altijd wel een beetje op zoek naar een soort avontuur. Ja, weet je nog boeken uit je jeugd waarvan je dacht, oh, daar kon ik helemaal in weg? Ik heb alle Lemniskaat boeken denk ik al 16 keer gelezen. Dus die Thea Bekman en Jan Terlouw en die boeken. Ja. En ik was iets eerder nog altijd dol op Suske en Wiske. Daar word ik nog steeds wel eens mee geplaagd. Als ik iets, een of ander gek weetfeitje roep, dat mijn man dan zegt... oh, dat weet je zeker uit de Suske en Wiske. Maar dat had dat natuurlijk ook. Die gingen dan altijd in die teletijdmachine naar een andere tijd en een heel ander land. En nou ja, dat soort van avontuur, zeg maar, hield ik heel erg van. Alles kon daar. Ja, precies. Ja. Dat is wel interessant, want je hebt... Ik bedoel, we gaan er straks nog wat dieper op in, hoor. Maar het begrip escape room komt ook in... Sowieso in jouw profiel, maar ook op de website van Living Story, het bedrijf waar jij mede-eigenaar van bent. Bij escape room denk ik inderdaad aan, gewoon een leuk vriendengroepje, je doet een puzzel en je ontsnapt. Ja. Maar dat is jou waarschijnlijk een beetje te simpel. Ja, voor mij is een escape room ook echt een soort avontuur. Echt een plek waar je wordt in een heel andere setting, andere context en een of ander gek verhaal gesleurd. En in een goede escape room passen alle puzzels ook in dat verhaal. Dus heb je echt het gevoel dat je... Niet dat je puzzels aan het oplossen bent, maar dat je in een verhaal bent terechtgekomen waar jij dingen moet doen om iets op te lossen, zeg maar. Maar dat hoeft dan niet per se... Je hebt dan niet het gevoel dat je puzzels maakt, zeg maar. Dat als je een goede escape room doet, dan krijg je dat. Nou, ik vond het wel interessant, want... Als ik het goed begrijp, jullie zijn begonnen met gewoon escape rooms. En dan heb ik het, weet je, gewoon, zonder dat er meteen iets extra's aan, dus een teamuitje, bijvoorbeeld. En dan zie jij, en waarschijnlijk jouw zakenpartner ook, dan zie je dat er met een team dingen gaan gebeuren. Ja, sterker nog, we zijn niet eens begonnen met escape rooms. Want dat is natuurlijk pas iets van de laatste 5-6 jaar. Maar we zijn 16 jaar geleden al begonnen met Living Story. En toen zijn we begonnen met bedrijfsuitjes. Dus we maakten spellen voor bedrijfsuitjes. En mijn zakenpartner is ook mijn man. Die is met het bedrijf begonnen. En ik werkte toen als consultant bij een adviesbureau. En als een beetje serieuze consultant ben je natuurlijk bezig met veranderprocessen. En mensen... Moeten vaak dingen anders gaan doen dan ze eerst deden. En ik was toen nog hartstikke jong, dus ik vond dat best wel moeilijk. Ik stond dan voor zo'n groep en dan moest er iets gebeuren. En ik had daar best wel wat moeite mee vaak. Het was een van mijn eerste serieuze banen. Dus ik denk dat je ook, als je echt, echt goed bent in dat consultantvak... dan heb je natuurlijk eigenlijk ook veel meer werkervaring en andere dingen... Achteraf denk ik dat, heb je dat dan natuurlijk zeker wel nodig. Dus ik kwam best wel vaak thuis echt dat ik dacht... ik ben weer door zo'n sessie heen gekomen, zeg maar zo. En mijn man kwam dan thuis en die had dan met een groep een spel gespeeld als bedrijfsuitje. Dus die kwam altijd soort juichend, stuiterend van de energie dan binnen. Oh, en op een gegeven moment dacht ik... Ja, precies. En op een gegeven moment dacht ik, jij doet iets heel goed en ik niet. En ik weet niet precies wat het is. Maar toen ben ik heel erg op zoek gegaan naar, waar zit dan die energie? En ben ik uiteindelijk overgestapt en mede-eigenaar geworden van dat bedrijf. En in de eerste jaren heb ik dus heel veel mensen gezien die een spel aan het spelen waren. Nou ja, gewoon als bedrijfsuitje. En toen op een gegeven moment dacht ik, maar er zitten best wel veel elementen in die ik... voorheen als consultant eigenlijk altijd wilde bereiken. Namelijk dat je op een andere manier gaat communiceren en samenwerken. En respect voor elkaar en weet ik wat. En dat gebeurt hier eigenlijk soms zo soort automatisch. Dus toen ben ik me heel erg daarin gaan verdiepen. Van hoe kan je eigenlijk spel inzetten voor dat soort dingen. Dus dat was een leuke stap. Ik vind het precies, want eigenlijk is het gewoon heel... dat je onbewust bewust gaat worden. Dat je dus, je wist eigenlijk niet dat het gebeurde bij die spellen. Je bent het gaan zien. Wat voor dingen, bijvoorbeeld in die beginjaren, wat viel jou op? Nou, wat zo'n themaatje. We hebben bijvoorbeeld als een van de eerste spellen die we maakten, hebben we een spel gemaakt waarmee je met GPS-apparaten toen nog, nu zou je dat met je smartphone doen, maar die waren er toen nog niet, het bos ingaat om de schat te zoeken. En Dat spel is zeg maar niet lineair, dus je wordt niet van punt A naar B naar C gestuurd, maar er zijn in het bos 18 punten en je krijgt hier en daar wat aanwijzingen en dan zoek je het verder uit, zeg maar. Dus je moet echt heel erg samen met je team kijken van, nou ja, welke kant moeten we nu op en waarom dan? En deze heeft de aanwijzing zo geïnterpreteerd en die zo, en dus dat levert best wel veel discussie en samenwerkingsdingen op. En je zag heel vaak dat mensen zo toch een soort begonnen, zo van, wat moeten we dan doen? Weet je wel? We waren toch best wel een beetje gewend aan lineair denken. Zo van, we moeten toch naar A. Ja, maar er is geen A. Nou, wat doen we dan? Nou, zo. Dus dat je dat in het begin zag je op groepen echt vertrekken een beetje, soms in zo'n soort frustratie. En dan kwamen ze een uur, anderhalf later terug uit dat bos. En dan hadden ze heel vaak echt een soort modus gevonden van communicatie en samenwerking. En dan hadden ze onderweg ook nog ontdekt dat er blijkbaar iemand altijd met zo'n GPS-apparaat wandelt en dat superleuk vindt. En weet je, dus ze hadden ook nog over elkaars hobby's gesproken. En ze kwamen altijd met een soort hechterteam weer uit dat bos dan ze erin waren gegaan. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld van de beginjaren. En toen op een gegeven moment hebben we dat ook een keer gezegd van, kan dat niet als onderdeel van een training? Vroeg iemand aan mij. Toen zei ik, ja, vast wel. Laten we het proberen. En die ging daar toen hele slimme soort reflectievragen over stellen. Dus die zei, joh, wat ging er dan anders toen je terugkwam dan toen je begon? En hoe raakte je dan op elkaar afgestemd? En hoe lijkt dat op wat je normaal gesproken in je werkpraktijk doet, zeg maar? Dat is, dat was eigenlijk een hele slimme vraag. Want toen bleek dat het eigenlijk normaal ook zo gaat. Dus dat vond ik toen heel leerzaam. Dacht ik, je kan nou heel veel parallellen trekken met hoe mensen normaal gesproken samenwerken en communiceren. Dus op die manier zijn we dat echt gaan ontdekken. Je bent er gewoon ingerold, eigenlijk. Ik ben er echt ingerold, ja. Als je mij vroeger had gevraagd, dan word je game designer, dan had ik echt je heel hard uitgelachen. Ja ik ben er echt ingerold. Bestond vroeger ook helemaal nog niet. Nee, en toen had je nog veel meer, als je dan game zei, op een gegeven moment, in de beginjaren van games was natuurlijk een game iets wat iemand lonely op zijn zolderkamertje, weet je, maar dat is natuurlijk niet zo, dat is al lang niet meer zo, maar dat was natuurlijk wel heel lang wat iedereen daarvan dacht. En als je dan even fast forward naar nu gaat, wat zijn bijvoorbeeld game-based ervaringen die echt een verschil maken voor een team of zelfs voor een individu? Wat zie je daar nu in bijvoorbeeld? Nou, wat ik nu sowieso zie is dat we het eigenlijk nu game-based learning inzetten voor sowieso veel meer dan teambuilding. Dus voor teambuilding doen we het ook nog steeds. En daarin zie je gewoon nog steeds echt dat mensen gewoon beter leren communiceren en samenwerken met elkaar. Maar we gebruiken game-based learning ook voor echt kennisvragen. Of we hebben voor de bouwsector een paar jaar geleden bijvoorbeeld een spel gemaakt. Dat gaat over innovatie in de bouw. En in dat spel doe je echt met je team, bouw je een stad met Duplo-blokken. En als je innovatieve keuzes maakt, dan krijg je succes met je team. En als je gewoon traditionele dingen bouwt, dan kom je niet echt verder. En dat is heel erg om te laten zien van, kijk, dat kan je in je eigen werkpraktijk ook. En omdat het spel is in 10 rondes, vertegenwoordigt het eigenlijk 10 jaar. Dus je kan dan heel gemakkelijk zien van, maar als ik daar een keuze maak die op korte termijn pakte, die misschien niet zo best uit, maar op lange termijn, of leek de investering groter, maar op lange termijn ging dat heel goed. En dat is natuurlijk iets wat in innovatie heel vaak het geval is, dat mensen nu een keuze moeten maken die nu misschien wel ietsje duurder of ingewikkelder is, maar op de lange termijn heel verstandig blijkt te zijn. Ja. Dus dat vond ik een heel leuk voorbeeld. Maar verkort het inderdaad het leerproces van mensen? Of is het dat ze eindelijk zien dat het gewoon werkt? Ja, dat hoop ik heel erg. En wat ik heel erg merk is dat het mensen echt op een andere manier iets leert. Dus het is echt ook heel erg leren door de ervaring op te doen. En door gewoon zelf te doen en zelf te ontdekken. Dus niet, deze vraag kwam toevallig ook van een partij uit de bouwsector. Die zei, wij praten altijd over innovatie. En dan zenden we hele mooie verhalen. Maar we willen toch zo graag mensen daar iets van laten ervaren. Want dat is een heel andere vorm van leren. En dat zie ik heel erg. Dat je dat, en sommige dingen kan je natuurlijk ook helemaal niet als theorie leren. Hoe je moet samenwerken, daar kan je wel van alles over lezen. Maar je leert het natuurlijk pas als je het echt gaat doen. klopt. Dat klopt. En hoe ontwerp jij zo'n game? We hebben een... dat is eigenlijk heel verschillend. Maar we hebben zelf een model gemaakt. Dat heet het Game Based Learning Design Wheel. Dat is een soort hele mondvol. Omdat we in de loop van de tijd eigenlijk gemerkt hebben dat we eigenlijk wel heel vaak op dezelfde manier doen. We beginnen dan echt altijd met de leerdoelen. Dus we kijken van, wat wil je hier eigenlijk uithalen als persoon of team of organisatie of wat het dan ook maar is. En dan proberen we dat te vertalen in een spel. Dus we gaan dan altijd heel erg zoeken naar wat is een interessant thema of een leuk voorbeeld of een interessant verhaal waar we dit aan kunnen ophangen. En dan gaan we de leerdoelen echt vertalen naar doelen in dat spel. Dus we proberen heel erg te kijken. Want wat je eigenlijk doet met game design is gedrag ontwerpen. Dus we gaan heel erg kijken van wat is het gedrag wat je anders wil zien. Of waar je mensen iets over wil laten leren. En dan wordt het doel in het spel soms heel anders dan het leerdoel. Maar het gedrag is hetzelfde. En dat is een heel leuk soort creatief proces. Wat heel leuk is. En dan kijken we natuurlijk heel goed naar wie moet het spelen. Dus het is heel erg ontwerpen vanuit de gebruiker. Want die moet het snappen. Dus we kijken naar hoe wordt die gemotiveerd. Zo, er zitten allerlei hele leuke theorieën achter over motivatie en flow. En dat soort leuke positieve psychologie dingen. Dus dat proberen we dan zoveel mogelijk toe te passen. Als ik het zo hoor, heb jij een droomjob. Het is heel erg leuk. Je mag alles bedenken. Ja. Je mag ze allerlei werelden nemen. Nee, dat klopt echt wel. Nou ja, en het is soms ook heel frustrerend. We hebben toevallig net... maar dat hoort dan bij het ontwerpproces. Hè? Dat hebben alle ontwerpers, denk ik. We hebben toevallig vanmiddag een playtest gehad van een nieuw spel. En, want je moet altijd heel veel testen. En dat is precies waarom het... wat er soms frustrerend aan kan zijn. Want... hoe mijn hoofd werkt, is natuurlijk niet hoe jouw hoofd werkt of al die miljoen andere mensen met wie je dat misschien ooit gaat doen, dat spel. En je moet toch iets ontwerpen en bedenken wat in ieder geval 90% van de mensen die het gaat spelen gewoon in één keer begrijpt. En dat is ook echt wel een kwestie van ervaring, zeg maar. Toen ik daar 15 jaar geleden mee begon, had ik geen idee. Dus dan doe je maar wat. En dan blijken mensen soms helemaal niet te snappen en soms wel. En nu, je leert dat steeds beter inschatten. Maar het is ook heel erg verschillend per doelgroep. Dus zo'n playtest is soms dat mensen je dan na 5 minuten echt aanzitten te kijken. Zo van, maar ik weet echt niet wat ik moet doen. En dat is dan soms, dan denk ik, maar het is toch wel logisch. Maar dat is dan niet zo. Maar doe je zo'n test met echte potentiële gebruikers? De eerste niet. Dus doe je niet met je collega's? Oh, de eerste playtest is altijd met de collega's. Of met vrienden van collega's of zo. En op een gegeven moment denk je... hier kan ik wel mijn opdrachtgever aan blootstellen, zeg maar. Dat lijkt me ook heel leuk. Toen jij begon als ondernemer... want het is eigenlijk een beetje... je bent erin gerold, misschien nog wat onbewust. Als jij teruggaat naar het eerste jaar... en je kijkt vanaf de positie nu... wat zou jij de Karen van toen willen vertellen... wat je nu weet? En dan met name over ondernemerschap... of persoonlijke ontwikkeling. Ja. Oh, goeie. Wat een goede vraag. Ik denk dat ik toch iets zou zeggen... over een soort zelfvertrouwen of zo. Ik vond het in het begin eigenlijk best wel heel erg spannend... Ook omdat ik in een vak rolde waar ik eigenlijk dacht, maar hier weet ik eigenlijk helemaal niks van. Hè? En dit heeft echt best wel lang geduurd voordat ik dacht, maar dit kan ik echt. En op een gegeven moment las ik een boek over iemand die zelf game designer is. En die schreef dat van als je game designer bent, je moet gewoon, als je dat wil worden, moet je gewoon beginnen met zeggen, ik ben een game designer. Want je kan het alleen maar worden door te doen. Dus ga het maar gewoon doen. En in de loop van de jaren krijg je een soort bibliotheek in je hoofd van game-elementen en dingen die je kunt gebruiken, et cetera. En dat bouwt zich vanzelf op. En toen op een gegeven moment dacht ik, hij zegt het, dus het zal wel. Dus ik ben een game designer. En nu ben ik 15 jaar verder en nu denk ik, dat klopt echt. Nu kan ik echt vol vertrouwen zeggen, wat je ook wil dat mensen leren, ik kan daar een goede game van maken. Maar dat had ik 15 jaar geleden echt en 10 jaar ook nog niet durven zeggen. Dus dat is echt wel een soort vakgebied ding, zeg maar, denk ik. Ja, maar dat snap ik. Hier zijn ervaringsjaren natuurlijk heel belangrijk in. Ja, dat is echt zo. Heb je ook over dat boek, hè, wat je leest. Is het voor jou belangrijk dat je nou of externe validatie krijgt, of dat iemand anders tegen jou zegt van het komt goed? Is dat belangrijk voor je? Ja, ik denk wel dat dat in het begin veel belangrijker was dan nu. Omdat ik nu inderdaad wel echt denk van nee, oké, ik weet nu wel dat het wel goed komt. Wat ik wel soms lastig vind, is dat het vakgebied van serious gaming is toch nog wel redelijk onbekend. En ik heb dus ook wel veel gesprekken met opdrachtgevers die zeggen, ja, het zal wel, maar hoe moet ik nou voor me zien hoe dit eruit gaat zien en er dan op vertrouwen dat het wel goed komt? En daar heb ik soms wel dat ik denk, het is toch, ik kan niet van tevoren al vertellen hoe het wordt, want dat weet ik natuurlijk nog niet. Dus daar zit vooral wel dat ik daar soms ook wel een soort, dat ik denk, het komt uiteindelijk wel goed, want tot nu toe is dat bijna altijd wel geluk dat je dan iemand toch kan laten zien met voorbeelden die je had of met dingen die daarop lijken die je eerder hebt gedaan. Maar dat vind ik altijd wel een interessante discussie, dus daar zit ook wel nog, dit bijna een soort externe validatie van nog ons vak of zo, dat het gewoon nog heel onbekend is dat het werkt. Ja, en ik snap ook wel dat je niet tegen een opdrachtgever kunt zeggen, hè, als die zegt van ja, hoe kan ik weten dat werkt, dat jij niet kunt zeggen, omdat ik het zeg. Dat doe je nog niet. Nee. Als je op een gegeven moment iemand een beetje leert kennen, en ik merk dat wel met opdrachtgevers waar je vaker iets voor doet, dat je dat op een gegeven moment wel kunt zeggen. Dat je zegt, ja, maar goed, dit hebben we eerder gehad, weet je, vorige keer kwam het ook goed, weet je nog. Maar ja, met nieuwe mensen doe je dat natuurlijk niet. En dat hoeft ook niet. Ik bedoel, dat geldt voor anderen natuurlijk ook. Als je trainingen geeft of een consultancy traject aanbiedt. Dat uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat jouw opdrachtgever jou als ondernemer en expert op jouw vakgebied vertrouwt dat jij dat kan. Hoe werk jij aan die positie van Trusted Advisor? Werk je daar ook bewust aan? We zijn daar nu ook wel heel erg mee bezig. Ook samen met een aantal anderen, dat we kijken van, we lopen natuurlijk allemaal wel, ook in ons vakgebied daar allemaal tegenaan. En ik merk gewoon heel erg dat het ook gewoon echt om de persoonlijke relatie gaat. Dat als mensen je natuurlijk leren kennen en denken, het klopt wat je zegt, of je komt je afspraken na, of dat soort dingen. Ja, dan word je natuurlijk ook sneller vertrouwd in dat ook geldt voor wat je beloofd hebt in je offerte. Ik merk dat ik steek best wel veel tijd gewoon ook in de relatie met een opdrachtgever. En in dat je ook in je proces, zeg maar, best wel vaak zegt van, ik ben nu hier, ik heb dit meegenomen en dat uit de gesprekken die we hebben gehad. Is dat inderdaad de kern? Klopt het dat dit het belangrijkste is? Dan verwerken we dat in het spel. En we hebben nu toevallig ook een opdrachtgever waar dan een werkgroep bij betrokken is, die meedenken. Dus daar ga je dan ook mee kijken van, wat gaan we daaraan voorleggen? Nou, nu hebben we een spel bedacht in een aantal thema's, waarvan eigenlijk alle thema's zouden kunnen passen. Dus dan zeggen we, dan kan de werkgroep kiezen ook welk thema bijvoorbeeld het meest zal aanspreken bij hun collega's. Dat vind ik heel erg leuk, want het is eigenlijk het leukste om het in een soort co-creatie te doen. En dat lukt de ene keer beter dan de andere. Maar je probeert de opdrachtgever in elk geval bij elke stap aangehaakt te houden. Ja. Het is niet een black box waarin iets verdwijnt. Nee, dat proberen we niet. Nee. Wat is de doorlooptijd gemiddeld van zo'n game? Heb je daar is dat een indicatie? Ja, het is heel verschillend, want we maken allerlei verschillende soorten games. Dus soms zijn het spellen die we fysiek voor een event uitwerken. Nou, dat doen we nu natuurlijk wat minder. En soms zijn er dingen waar je echt een app voor nodig hebt, die dan op een tablet draait of zo. Nou ja, dat laatste, zodra je iets moet laten programmeren en technisch uitwerken, duurt het altijd meteen zo veel langer. Dus dan kan het zo een half jaar duren voordat je iets hebt. Maar we hebben ook toen in maart natuurlijk de eerste lockdown begon. Wij hebben zelf ook een locatie met een escape room. Toen hebben we gezegd, nou ja, mensen kunnen nu niet meer naar onze escape room, weet je wat. Wij brengen de escape room naar mensen thuis. Dus toen hebben we een escape room gemaakt eigenlijk op papier in een boekje met een chatbot online erbij. Nou, die was in 3 weken klaar. Maar ja, we hadden die 3 weken ook niks anders te doen, want we zaten natuurlijk met z'n allen in lockdown. Dus, ja, nee, dat snap ik. Dat dus, maar dan word je dus creatief. Dan ga je weer dingen verzinnen die wel kunnen. Precies, ja, en dat dan ook alweer heel leuk. Ja, en als jij nu dus de meeste luisteraars van mijn podcast zijn zelfstandig ondernemers. Dus het zijn geen grote teams of grote bedrijven. Ja. Vaak kennisprofessionals. Heb je al serious gains gehad die bijvoorbeeld bij coaching, bij training, trainers kan ik me wel voorstellen, maar die voor een zelfstandig ondernemer ook interessant zouden zijn? Ja, we hebben nu ook in de coronatijd een spel gemaakt dat gaat over online teambuilding. Dat heet Cold Case. Cool. En dat is een spel waarbij je met je team, terwijl je via Zoom of Teams of Google Meet, het maakt allemaal niet veel uit wat je als platform gebruikt, met elkaar in verbinding staat, moet je samen een diamantroof oplossen. En daarbij heb je als deelnemers thuisgestuurd gekregen een papieren dossier. Dus echt gewoon lekker zoals dat hoort bij een rechercheteam, zeg maar. Gewoon op papier. Maar je hebt er allemaal verschillende, maar dat weet je nog niet als je begint. Voordat iedereen snapt dat hij niet naar dezelfde plattegrond kijkt, zeg maar, ben je überhaupt 10 minuten verder in het spel. En daar hebben we echt heel concreet in gestopt. Dingen die gaan over online teambuilding. Dus ook, wie neemt de leiding? Wie zegt er nooit wat? Dat soort dingen. En daar zijn we met een aantal trainers ook. Die combineren dat dan met hun eigen training en de reflectievragen die zij zelf met de klant formuleren. Dus dan spelen zij het spel ook. En dan nemen ze dat bij ons af. En we hebben een ander spel. Dit is wel dat je aan veel klanten kunt verkopen. Dit is dus een opschaalbaar product. Ja, zoals dat dat is het. Ja, ja en het leuke is dat het spel is redelijk generiek. Waardoor je het zelf als trainer echt naar je hand kunt zetten. In waarin je het inbedt, zeg maar. Dus dat werkt heel erg fijn. En we hebben een tijd geleden een ander spel gemaakt. Dat is een soort Carcassonne-achtig bordspel. Waarbij je steeds kaartjes aanlegt met verschillende teams. En dat hebben we in eerste instantie gemaakt voor start-up teams. En dat gaat echt over hoe je team is samengesteld. En of je als team eigenlijk wel dezelfde missie hebt. En uiteindelijk bleek dat dus ook heel geschikt voor teams die onder hoge druk samen iets voor elkaar moeten krijgen. Of intrapreneur teams of gewone management teams. Dus dat wordt daar ook best wel veel voor gebruikt. En dat heet adventure. Dus dan ga je op een soort ontdekkingsreis met je team. En dan kom je onderweg steeds dingen tegen. Allerlei obstakels of beslissingen die je moet nemen. Die dan eigenlijk lijken op beslissingen die je normaal gesproken als ondernemer zou nemen, zeg maar. Ja, dus daar kun je altijd wat van leren. Ja, zeker. Ja. Lijkt mij. Ja, daar hebben we ook allemaal verschillende setjes reflectievragen bij aan het eind. Dus dat kan je of focussen op je teamsamenstelling, of hoe heb je beslissingen genomen, of hoe neem je beslissingen op basis van dat je niet alle informatie hebt, wat natuurlijk ook altijd zo is. Dus dat soort dingen zitten daarin. En als je nou game designer zou willen worden, doe maar iets, hè? Ja. Want we hebben ook een voorgesprekje gehad. En je zei, ik las heel veel. Ik was fan van de Suske en Wiske. Schijnbaar hou jij ook van heel veel feitjes. Dus je hebt ook een hoofd waar gewoon veel in zit. Is dat een must voor jouw vak? Ja, volgens mij is vooral een must voor mijn vak dat je heel erg geïnteresseerd bent in mensen en de motivaties van mensen en in hun gedrag, zeg maar. En dat je daar iets mee kunt. En dat je ook wel, zeker omdat wat wij doen, we in heel veel contexten toepassen, dat je iets begrijpt van mensen in hun context. Dus dat je snapt dat als je een verpleegster in het ziekenhuis bent, dat je dan waarschijnlijk andere motivaties hebt dan als je autoverkoper bent of zo. Nou, dat is allemaal heel generaliserend, hè? Dat mag natuurlijk helemaal niet. Maar dat is ook, er zitten natuurlijk wel van dat soort dingen in. En ik merk, want je zei al eerder, Of misschien zei je het in het voorgesprekje, dat ik inderdaad, ik heb een cv met, nou, ik heb echt 100 verschillende dingen gedaan. En ik dacht altijd, jeetje, nou, ik heb ook geen rode lijn. En nu uiteindelijk merk ik dat ik dat dus nu heel erg goed kan gebruiken. Want ik doe nu, maak een spel voor Rijkswaterstaat. En dan komt het opeens van pas dat ik ooit een blauwe maandag via het uitzendbureau nog bij Rijkswaterstaat heb gewerkt. En ik maak een spel voor een hogeschool. En ik heb ook als hogeschooldocent gewerkt. En nou ja, uiteindelijk is het eigenlijk best heel fijn dat ik zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs als bij overheid eigenlijk van best wel veel onderwerpen en dingen iets weet. En dan net genoeg om met zo'n opdrachtgever op zo'n manier te kunnen praten dat ik snap waar hij het over heeft. En dan weet ik niet van alle ins en outs iets natuurlijk. Maar wel voldoende om in ieder geval te kunnen zeggen van, oh ja, maar als ik jou zo hoor, is dit volgens mij de kern. En daar zouden we wel met het spel iets mee kunnen. Ja, ik vind dat wel mooi, want eigenlijk is dat dus ook een oproep van jou aan andere ondernemers. Van, zorg dat je ook gewoon brede ervaring en kennis opdoet. Ja. Want je weet nooit wanneer het van pas gaat komen. Nee, dat is echt wel zo. En ik heb nu, ik begeleid ook wel wat afstudeerders. Ik heb een tijd op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht gewerkt. En daar hebben we nog steeds ook wel stagiairs en afstudeerders van. En ja, volgens mij is het tegenwoordig nog veel erger dan wat ik vroeger had. Want ik wist nooit wat ik wilde worden, maar er was ook zoveel keus. Nou, die keuze is volgens mij alleen maar verschrikkelijk veel groter geworden. En ik merk ook dat die generatie loopt daar best wel tegenaan te zeggen, ja, maar ik ben nu aan het afstuderen, maar ik heb echt geen idee waar ik echt, weet je, je hebt niet dan één baan of zo waar je voor bent opgeleid. En dan zeg ik ook al tegen, ik weet het pas 2 jaar, weet je, dus doe maar rustig aan. Alles wat je gaat doen kan, alles wat je gaat doen kan waardevol zijn. Ja. Nu een afstudeerder, dat is een hele goeie. Alles wat je gaat doen kan waardevol zijn. Ja. Dat is een hele goeie. Ik heb nu iemand die werkt dan nu tijdelijk bij de GGD. Want daar hebben ze natuurlijk nu mensen nodig. Die helpt dan ook bij inplannen van tests en dat soort dingen. En dat heeft echt helemaal niks te maken met mijn kunst- en economieopleiding. Maar ja, het is wel, ik weet zeker dat je daar later iets aan hebt. Ik weet ook nog niet hoe, maar dat komt vast wel. Ja, ik heb jouw leeftijd niet gevraagd. Maar heb je ook al een beetje het gevoel van, oh wat fijn dat ik mijn kennis en mijn ervaring alweer door kan geven aan de volgende generatie? Ja, een beetje wel. Ja, ik ben nog wel een beetje in de fase dat ik soms denk, jeetje, wat word ik oud? Want ik dacht altijd nog dat ik jong was, maar ik ben ondertussen, dat durf ik best te zeggen, 42. Dat is al niet meer echt jong. Maar daar moet ik nog een beetje aan wennen, soms. Het is een zegen. Het is een zegen om oud te worden. Zo is het. Ja, precies. Ja. Nee, ik heb nu een dochter, die is nu ongeveer even hoog als ik. Dat was een soort confrontering. Ja. Er was altijd een heel klein meisje, dacht ik. En opeens is ze ook zo. Dus, ik vind het wel mooi, gewoon de circle of life in dat opzicht. Ja, dat hoort er ook een soort bij. Volgens mij heeft iedereen dat wel. En ondernemerschap. Welke 3 belangrijke tips zou je mee willen geven aan mensen die nu in een fase van een onderneming zitten van, het loopt misschien nog niet helemaal zoals ik het wil, ik weet het nog allemaal niet. Wat zijn jouw belangrijkste ondernemerslessen? Dat het oké is als het misgaat. Maar dat vind ik zelf ook nog steeds wel een moeilijke. Maar dat je echt niet alles in één keer goed kan doen. En ook soms gewoon een opdrachtgever verliest omdat er iets misging. Of een ondernemersidee had wat helemaal niet blijkt te werken of zoiets. En dat dat dan oké is, dat je daar wat van leert. Oh, sorry. Wat zeg je dan tegen jezelf? Dat je er iets van leert is wel wat mij dan helpt. Dat ik dan denk, ik snap nu nog niet waarom dit nuttig was. Maar hopelijk komt dat later. We hebben ooit een start-up gehad en dat is uiteindelijk niet goed gegaan. Dus daar hebben we best wel veel geld op verloren en ook gewoon heel veel frustratie en zo. Dat is gewoon niet goed afgelopen. En op dat moment zit je natuurlijk in zak en as en is dat heel, heel akelig. En toen zijn we uiteindelijk een paar jaar geleden hier in Baarn onze tweede onderneming gestart. Dus naast Living Story hebben we dan een bedrijf waarin we een escape room runnen en een horecagelegenheid hebben. En toen zeiden we, oh maar wacht, de vorige keer hebben we eigenlijk dit en dit en dit geleerd. En dan moeten we dit nu zo anders doen en dit beter van tevoren bedenken. En ja, uiteindelijk hebben we er heel veel van geleerd. Dus is, ja, soms... Eigenlijk is het rijkdom als dingen misgaan. Ja, eigenlijk wel. Maar nogmaals, ja, ik vind dat ook nog steeds wel echt heel lastig hoor. Want je wil natuurlijk gewoon alles natuurlijk wel goed doen. Zeker voor een opdrachtgever. Je zei 3 dingen, hè? Dus dan was ik nu nog maar bij één zeker. Nou, zeker als je in je eentje werkt, merkte ik heb ik nooit echt gehad, omdat we natuurlijk altijd met z'n tweeën het bedrijf hadden. Maar ik merk wel dat ik ook wel vaak behoefte heb gewoon om eens te sparren met heel iemand anders. Dus dat je echt wel op zoek moet blijven gaan naar andere mensen die je helpen om vooruit te komen. Of gewoon eens even stoom af te blazen of dat soort dingen. Dat vond ik wel... Zoek je mensen uit het veld of zoek je ook mensen van buiten? Of heb je een coach? Of hoe doe jij dat? Ja, ik heb... ik heb bijvoorbeeld hier in Baarn ben ik lid van het ondernemersnetwerk. Dat vind ik heel erg leuk. Dus dat zijn altijd netwerkbijeenkomsten. En daar zit ook een soort intervisiegroepje bij waar ik in zit. Die is gestart net een tijdje voor de corona. Eigenlijk als met een soort scale-up behoefte. Maar toen werd het corona, dus toen werd het ook een soort bijna lotgenotencontactgroep. Maar dat vond ik super fijn. Want dat je dan hoort dat dan gewoon iedereen wakker ligt van hoe het met het bedrijf gaat en dat soort dingen. Ja, dat gun je natuurlijk de anderen ook niet. Maar het is wel prettig om te horen dat anderen hetzelfde ervaren als jij. Vind ik ook een hele goede. Ja, en ik heb zelf nooit een coach gehad, maar ik hoor van anderen ook wel daar hele goede verhalen over. En toevallig is mijn zus ook ondernemer, dus daar wissel ik ook heel veel mee uit. Want dat helpt natuurlijk heel, ja, dat je gewoon dezelfde ervaringen hebt. Dat vind ik heel leuk en dat praat natuurlijk heel makkelijk, omdat je elkaar heel goed kent. En vertrouwd. Ja, dat is heel fijn. Ja, dus... Klopt. Ja. Dus de eerste is, eigenlijk is het gewoon durf fouten te maken, want uiteindelijk is dat dus goud waard. Ja. En dan zeg ik het even in mijn woorden. En de tweede is, praat over je bedrijf met mensen die je kunt vertrouwen. Dus zoek sparringpartners op, zoek een netwerk, zoek ondersteuning. Ja. Blijf er niet alleen lopen als er dingen mis zijn of gaan. Ja, en ik heb ook nog wel een derde. Ja, precies. Dat wou ik ook vragen. Echt dus? Ja, wat ook belangrijk is, dat je, dat relateert ook wel een beetje aan het tweede, maar dat ik merk dat je heel vaak de neiging hebt om natuurlijk heel erg in de waan van de dag de hele tijd maar door te rennen en te denken, oh ja, maar die opdrachtgever nog en daar iets nieuws en zo, dat soort dingen. En dat het ook echt wel belangrijk is om met enige regelmaat stil te staan en te kijken van, hé, waar doe ik het nou eigenlijk voor? En wat is onze soort van why? En wat voor soort strategie? Waar moet het eigenlijk naartoe? Moet ik wel tegen al die opdrachtgevers ja zeggen of moet het soms niet? Dat je dat soort reflectie op wat je doet en waarom. Omdat toch wel, ik heb heel erg gemerkt dat je natuurlijk als zelfstandig ondernemer moet het ook echt uit jouzelf komen, zeg maar, wat je doet. Dus moet je er wel ook echt steeds blij van blijven worden. Niet dat je dan 100% altijd maar blij bent, maar je moet wel genoeg energie eruit halen. Altijd weer. Ja, klopt. Ja, zo, dat zeg ik ook. Inderdaad, jouw business moet jou dienen. Jij moet er inderdaad blij van worden. Je moet een fijne leven hebben door je business. Ja, want anders kan je het gewoon niet volhouden. Dat is niet vol. Dan ga je onderuit en burn-out en toestanden. Dat willen we allemaal niet. Maar bouw jij reflectietijd in? Neem je bewust weken vrij? Of ga je wel eens naar een hutje op de hei? Ja, we hebben toevallig afgelopen half jaar met het team heel erg gedaan. Dat we, het is echt tijd voor weer eens kijken waar doen we het eigenlijk voor met z'n allen. We zijn ook hoe groot is het team nu? We zijn nu met z'n 6. En we zijn ook in het afgelopen jaar wat gegroeid. Dus dan op een gegeven moment is het ook belangrijk om dan dat met z'n allen te doen. Want dan is het natuurlijk niet alleen maar mijn visie meer waar het om gaat. En ik ben toevallig in november 10 dagen in mijn eentje naar een eiland gegaan. Maar dat is ook omdat ik ben een boek aan het schrijven over Game Based Learning. Love it. Goed zo. Ja, echt heel leuk. Dus ik werd me helemaal weer ondergedompeld echt in het vak en alle literatuur en dat soort dingen. Maar dat werkte ook wel als een soort reflectie daarop. Dat ik dacht, oh ja, maar zie je, ik word hier echt heel blij van al deze leuke dingen die ik lees. Dus dat was ook echt een soort bevestiging van ja, dat het gewoon klopt wat we met het bedrijf doen. En dat dat echt onze passie is. Ja, tof. Dat vind ik heel waardevol. Inderdaad, dat je zegt van sowieso reflectie. Maar dat je ook gewoon de vrijheid neemt om 10 dagen naar een eiland te gaan. Ja. En dan maar te schrijven, te lopen, voor jezelf te koken. Ja, ja je moet er wel echt... Ja, het was echt heel fijn. Maar je moet dat wel ruim van tevoren plannen. 10 dagen weg is echt wel een soort aanslag. Maar uiteindelijk is het goed gegaan. Ja. Uiteindelijk is het goed gegaan. Wil je nog iets toevoegen? Want we zijn door de tijd. Wil je nog iets toevoegen aan de luisteraars? Ja, de naam van de podcast is overigens Vrijheidsondernemer. De Vrijheidsondernemers Show. Voel jij jezelf vrijheidsondernemer? Ja, want ik denk dat... Cool. Ja, zeker. Ja, ik vind sowieso dat het ondernemerschap levert soms wel echt een heleboel verantwoordelijkheid en gedoe op. Maar ook heel veel vrijheid. En voor mij ook echt wel dat avontuur waar ik vroeger al zo dol op was. Dus, dus ja, ik vind dat wel passend. En nee, ik kan natuurlijk nog 3,5 uur doorpraten, maar dat snap ik dat niet in de tijd past. Nee, we hebben goede tips gehad, maar misschien had je nog een laatste van, dit is toch wel iets wat ik mensen mee wil geven. Maar, nee, wel dat als je geïnteresseerd bent in dat vakgebied van serious gaming, dat het goed is om gewoon wat dingen te gaan doen, gaan uitproberen, spelletjes doen. Ja. Ja, spelen en zelf ervaren is dan in ieder geval het meest... nuttig. Ja. Als ze meer van jou willen weten, sowieso, je staat op LinkedIn als Karen Sikkema. Zeker. Livingstory.nl is de site waar jullie de games ontwikkelen. Ja. En dan heb je nog de Wintertuin. Ja. Wintertuin in Baarn. Ja. Waar en dat is... bedrijven of teams kunnen spelen. Maar goed, dat is nu even... Ja, nu even niet, maar hopelijk op een gegeven moment weer wel. Open. Ja. Ja, en dat is dan wintertuinexperience.nl. Ja, tof. Mag ik jou bedanken voor dit inkijkje in jouw wereld? Ja, en jij ook heel erg bedankt. Het is echt heel erg bedankt voor de uitnodiging. Erg leuk. Ik vond het heel interessant. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Dank je. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid! Oh ja! Laat een review achter op iTunes. Abonneer je op deze podcast. En laat mij weten wat je ervan vindt.